Morgan hier. Ik heb vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En ik heb deze video al 2 keer gemaakt. Maar jullie vroegen erachter. Dus waarom niet? Ik ga vandaag een roomtour voor jullie filmen. En ik ga gewoon zoals de vorige keer alles een beetje uitleggen. Natuurlijk, ik weet niet hoe lang dat deze video gaat zijn. Omdat er niet echt veel is om uit te leggen, denk ik. Maar jullie vroegen een roomtour. Dus daarom film ik voor jullie vandaag een roomtour. Veel kijkplezier. Oké, ik weet niet waarom ik dat deed, maar veel kijkplezier. Als jullie mijn kamer binnenkomen, is het eerste waar jullie aankomen hier. Dit is eigenlijk mijn platenspelerkast, dus helemaal handgemaakt. En hierboven heb ik mijn platenspeler van de Urban Outfitters. Als het nog op de site staat, de platenspeler en al de andere dingen die ik jullie ga tonen, ga ik het zeker hier beneden in de beschrijving zetten. Hier is mijn mooie macramé. Ik weet niet meer van waar ik het juist heb, maar ik zal hier beneden ook een link zetten als ik het nog vind. Dan is dit mijn plantje. En ik heb niet meer zo heel veel planten, omdat ik gewoon geen plek had eigenlijk. Dus dit potje is van de Hema. Ik denk dat die zelfs niet meer online staat, maar ik zal beneden hier wel een link zetten als die er nog is. Hier heb ik mijn platen en mijn eerste plaat is van Woody Allen met zijn handtekening op. Deze is van Jean-Michel Jarre. Deze is van Ed Sheeran en die is van... Oh, shoot. Deze is van Shawn Mendes. Dan heb ik hier nog een Hema potje, omdat de plant die hierin stond, ja, weg is. Daar stonden paasbloemen in, maar dat boeit niet. Hier zitten mijn stenen en zo in. Dit is ook nog van mijn platenspeler. Dat was daarbij. Dat zijn de boxen. Dit is trouwens een hele goede platenspeler, want die heeft ook Bluetooth. Dus dat is echt super handig. Hieronder zijn al mijn camera's die ik heb. En ik heb hier 3 Polaroid camera's in. Mijn camera waar ik normaal mee film. Nee, waar ik nu mee film eigenlijk. En dan mijn camera waar ik nu foto's mee maak. En nog een andere lens. Hier beneden heb ik gewoon random mijn schoenen staan. Omdat ik, ja, omdat dat kan. Dit is mijn grote cactus. En ik ben super trots op hem. Of haar, I don't know. Deze komt van Intratuin. Maar Intratuin noemt nu ook Green, denk ik. In Aarschot. Deze 2 posters zijn van Decennio. En ik heb voor jullie een kortingscode die jullie kunnen gebruiken. En die zal ik hier op het scherm zetten. En beneden in de beschrijving. Die jullie kunnen gebruiken voor de posters. Ik heb dan ook gewoon lichtjes daar rondgehangen van IKEA. En daar is mijn zoutlamp. Ja, en een fles water, maar dat boeit niet. Ik zet hier beneden ook in de beschrijving alles van Decennio, wat jullie juist moeten weten. Hier heb ik 2 kussens en deze 2 zijn van de Hema. Alles wat jullie zien in deze video dat ik nog kan vinden, ga ik in de beschrijving zetten. En dit zijn 2 hondjes. Dit is Baloetje. Hé, hey, jongen. Potje? Potje. Ja. Hé. Hey. Hij is nu over 1 jaar... oud. En hij snurkt veel. En dit is Kira. Hé, Kiraatje? Ja. Dan, als we naar hier gaan, hebben jullie mijn kast. Die is nog op dezelfde plaats blijven staan. Maar er is een verandering. En op dit moment is het wat vuil. Ik moet nog kussen en zo. Daar is superveel werk aan. Dus ja. Dit zijn mijn 2 Nemo-visjes. En ik heb er nog niet echt een naam voor. En mijn anemoon en mijn andere koralen. En mijn poetsgarnaal die aan het poetsen is zoals altijd. En ik heb ook een mandarijnvis, maar ja, die zie ik nu even niet. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar mijn mandarijnvis is daar ergens, daar. Oké. Okay. Dat is moeilijk om te focussen, want dat wil niet focussen. Maar dat achter een glas is. Ik had ook een andere mandarijnvis, maar die is jammer genoeg gestorven. Die deed al een beetje raar toen ik die had gekocht. En die schuilde altijd en zo. Ik zal hier ook ergens een foto zetten hoe dat die eruit zag. En mijn andere mandarijnvis die jullie op dit moment niet kunnen zien. Dit is echt mijn favoriet koraal, want dat zijn zo bloemetjes. En die gaan constant open en dicht. Voor de mensen die niet weten wat dat allemaal juist is. Koralen zijn ook dieren en die leven ook. Dus... ja, in deze schuif heb ik ook trouwens alles van mijn aquariums. Dit is van mijn zoutwater aquarium en dit is van mijn gewoon aquarium. Die staat op dit moment in de gang, omdat ik gewoon geen plek meer heb. De rest van mijn schuiven zijn gewoon mijn kleren. Dus dit is mijn spiegel, mijn grote lange spiegel. En ja, ik heb een short aan met fuzzy socks, maar dat boeit echt niet. Dit is mijn tapestry en ik heb een nieuw gekocht en ik heb daar...
rond lichtjes gedaan. En dat maakt echt mijn kamer zoveel keer mooier. En als ik nog weet van waar ik het juist heb, zet ik het ook in de beschrijving. Vroeger stond hier mijn aquarium, maar nu heb ik hier een pot staan met een aloe vera in. En deze is ook van de Hema. Ik heb gewoon in al deze schuiven heb ik gewoon mijn producten in zitten. Voor mijn gezicht en verzorging, make-up en zoveel meer. Dit is dan gewoon mijn bureau. Ik heb een ander bureau gekocht die wat kleiner is. Mijn andere bureau had ik vooral omdat ik veel tekende, maar dat doe ik niet meer zoveel. En ja, dat is niks speciaal of zo. Maar dit zijn mijn twee prikborden. En dit is mijn plankje met een foto en Polaroid foto's. En een steen en zo. Ik weet echt niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar ja. Dan hier beneden heb ik al mijn schuiven voor producten van mijn nagels, gelnagels, hoesjes en kabels, boeken, schrijfgerief en zo, gewoon al die shit. Dit was al mijn video. Ik weet niet hoe lang dat deze video gaat zijn, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden, want jullie wouden natuurlijk deze video zien. Dus, tada! Als er nog video's zijn die jullie heel graag willen zien, zoals sketches die ik vroeger maakte, reageer hier zeker dan beneden. Like, subscribe, deel en al die dingen en hopelijk tot de volgende keer.